Non, je... Dit is het ultieme nihilism. Dit is een nihilism. Dit is het ultieme nihilism. Size we call it. Een investering voor in de toekomst. Sure, die moet het letterlijk ook wat helpen. Het personeel wordt alleen maar jutter, maar de crisis. Dus we zijn er maar zelf maar ondergaan. Dus, waar weer die lietse baby niet krijgt? Ja, en dat ben ik. Ja, dat ben je stil. Dat weer is touw? Ja. Maar dat ben je nou een hele grote jongen. Mm-hmm. Hoe oud ben je nou? Zo'n. En die hoort die zei van, nou, hij kan later dat hij groot is, kan hij wel mij helpen op een plek. Doe dat ook al? Soms. Hier ben mijn piekjes. Ik heb een oude hinne. De hin. En de hin, die zit bij je koor. En de paar honderd, want die alle drie zitten ze bij je koor. Wat eten ze? Voer. Ze steen alweer alweer bij het hek. Nee, volgens mij hebben ze alweer zin of wat. Ja, volgens mij ik. Of wil ze altijd wel eten? Ja hoor. En ze wonen net dat ik de aan pak, dus dan heb ik een trucje. Als ze dan al je bloem binnen, dan pak ik gewoon wat voer, dan gooi ik in het hak. En ik gewoon stiekem de aan pakken, zonder dat ze het merken. Links aan. Lievelings aan. Waar is dit? Mijn lieve aan. Die kist ik gewoon bij... Ja, die kan ik gewoon beetpakken. Oh, dat was het wel. Ja. Ik heb wel eens een lel van die vleugels kregen. En die het zeer? Ja. Hier zitten onze cavia's in. Ik kan het bedroom naar de andere kant, want dat ken je hem zeker niet. Hier is er in Marit, Janke, Ina en Silke. Dit is dus Hinder en die heet. Dit is dus pony en die heet Woeste Willem. En waarom heet ze? Om toen kregen we die heel woest. Jongen, laat je ze nog wel weg hier daar. Hoeveel op deze heim wel net op een pleert? Ik heb geen idee. Heel volle. Ja. Nou, ik wil dat zijn broertjes en zusjes beginnen te roppen. Nee, dat is D. Ja, hij roept zijn broertjes en zusjes, denk ik. En ze komen steeds weer een stukje verder.